Jack to a King, dat is de titel van dit mooie voetbaldocument. In Pathé Buitenhof kijkt Van Zweden met een collega-directeur alvast naar de film. Die film die geeft dus aan vanaf het moment dat wij echt helemaal in de shit zaten tot het moment dat we nu in de Premier League zitten, 2 keer een beker gewonnen hebben, 3 promoties ja, en Europees voetbal gehad hebben. Dus enorm trots. Vanavond een uitverkocht Pathé. Hoe staat het met de zenuwen? Ja, ik ben vanmorgen heel vroeg aan mijn nest gegaan. Ik kon heel slecht slapen, ondanks dat alles onder controle staat. Ik weet dat ik vandaag de hele dag de pers op me af krijg en ik weet dat ik van interview in interview schiet. Dat hoort erbij. Vind ik ook leuk. Vind het leuk en belangrijk om het woord van Swansea te verkondigen. Ja, het mooiste moment in die film was, dat waren er eigenlijk twee. Dat was de wedstrijd dat we tegen Hull City speelden en met 4-2 wonnen. Hadden we die wedstrijd verloren, dan waren we gedegradeerd naar de amateurs en hadden we hier nooit meer gestaan. Dus dat was echt verreweg de belangrijkste wedstrijd in de geschiedenis van onze voetbalclub. Maar een ander mooi moment was natuurlijk het moment dat wij met 4-2 op Wembley wonnen en daardoor de Premier League haalden. En dat het hele bestuur na afloop op het veld stond met de beker in de handen. Ja, en dan heb je 96 miljoen pond verdiend in 1 wedstrijd. En dan is je hele wereld en je hele leven is veranderd.